leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Ik dacht, doe gelijk maar even weer gelijk de shape update. We hebben dat ook weer gehad. Vorige video hadden we dat ook gedaan. Dus we gaan gelijk even kijken hoe het gaat. Mijn kut is hier wel heel erg lichtig, maar het gaat gewoon best oké. Een beetje hetzelfde als vorige week. Het moet eigenlijk wel goed komen. Het gaat dus best goed en ik maak me er ook niet echt druk over. Ik ga niet veel laag in calorieën en ik hou het gewoon een beetje zo. Dat had ik volgens mij bij de vorige comments ook al gezegd. Ik ga in ieder geval even wat eten. Een appel, koffie en een banana. En ik heb trouwens deze pindakaas gekregen van de pindakaaswinkel. Sportpindakaas met plantaardige eiwitten. En volgens mij zit er wel 31 gram eiwit per 100 gram in. Dus dat is leuk om te proberen. Ik hoefde het trouwens niet te promoten, maar ik vond het gewoon leuk om eventjes te laten zien. We zijn in de sportschool aangekomen en ik heb eigenlijk niet zoveel motivatie vandaag om te trainen. Meestal als we tijdens trainen gaat het wel weer goed, maar nu heb ik nog even echt helemaal geen kracht en zin. Meer heb ik ook geen zin, dus we gaan even snel alles doen. Gewoon een beetje squatten, een beetje deadliften, een beetje lunchen. Lunches, niet lunchen, maar dat gaan we straks doen. En ik hoop dat het nog een beetje goed gaat. Klaar met trainen, het ging niet zo heel goed. Even wat andere dingetjes uitgeprobeerd, gewoon puur voor de lol en kijken hoe dat voelt. Maar het was geen hele goede training, wel gewoon weer alles gedaan wat we moesten doen. Maar ja, je kan ook niet altijd alles hebben. En er zijn ook dagen dat het wat minder gaat en dat is allemaal niet erg. Maar als je niet gaat, heb je ervan niks gedaan. Welkom! Voeg me trouwens even toe op mijn fitnessbal. Ik heet gewoon Giavara Fitness, dus als je me toevoegt, dan accepteer ik je zo snel mogelijk. Mirjam gaat 2 eitjes eten. Picassi niet de eiwitse. Het is weer tijd om wat te eten en ik ga wat magere kwark eten van de Zaanse Hoeven. Kalkoenfilet. Ik heb nu wel de kalkoenfilet en niet de normale kipfilet, omdat deze toch de helft van de calorieën bevat. Dus dan is het even wat makkelijker om in te voegen op wat rijstwafels. Zieke burger, man. Zieke burger. Klein beetje kaneel. Ik voel me altijd weer knijtermoe, dus ik ga even wat koffie drinken. En koffie brengt me echt door zulke dagen, want ik heb echt zin om helemaal niks te doen. Deze koffie, dat helpt me gewoon. En je kan eventueel ook dus die zero dranken nemen. Maar daar zou ik niet zelf te veel van nemen, want te veel is nooit echt goed. En ja, je kan natuurlijk met mate nemen, maar neem er dan in ieder geval 1, max 2 per dag. En niet meer. Cheers. Als avondeten ga ik lekker eten. Kijken of je het goed kan zien hoor. Hamburger. Oh, hamburger. Gehaktbal, aardappels, even kijken of je het kan zien. Klein beetje spek met champignons en wat boontjes. Lekker, lekker. Mocht je trouwens nog dingen weten waarvan jij goed afvalt, of in ieder geval natuurlijk val je niet daar per se van af, maar wat jou helpt met afvallen, laat het vooral weten in de comments, want ik vind het altijd chill om dingen van andere mensen te horen. En zo hebben we ook een beetje interactie met elkaar, snap je? Dan leren we weer van elkaar en dan kunnen we misschien het afvallen wat makkelijker maken. Look at the gains. Jeetje. Nou ja, het is opeens best wel donker geworden. Mijn hoofd is een beetje blauw door het beeldscherm. Ik heb nog veel iets te eten, man. Want ik heb nog niet zoveel gegeten. Dus ik ga Mr. Kitchen chocolade pindakaas eten. In de kwark, ongeveer 30 gram. En dan ga ik nog de touwen of kipfilet en rijstwafel eten. Die eiwitshake die ik net liet zien. En de banana. En ik hoop niet dat ik te veel energie krijg waardoor ik niet meer kan slapen. Maar ik wil toch nog wel even een beetje die calorieën ophogen. We gaan nog even de macro's bekijken. Want je weet hoe ik ben. Ik laat het altijd wel even zien. Logboek, open nu. Alles is weer eventjes ingezet.
gezet. Geen gekke dingen. Gewoon weer een beetje wat ik altijd eet. En ik heb, wow, hij staat op 182 stappen, gek. Totale macro's 256 gram koolhydraten, 47 gram vet en 195 gram eiwit. Ik had dus een klein beetje meer eiwit gedaan, omdat ik niet zeker wist wat er in die gehaktbal zat. En er stond dat er veel eiwit in zat, dus het zou eventueel een klein beetje kunnen schelen. Daarom heb ik ook weer iets minder dan het aantal calorieën gegeten, zodat ik er een klein beetje speling in heb. Ik hoop dat je de dag leuk vond. Was me niet misschien heel speciaal, maar toch weer een dagje in mijn leven. Ja, ik doe ook niet altijd alleen maar speciale dingen. Ik doe ook gewoon, dit is gewoon mijn leven. Dus als je het leuk vindt, laat een blij duimpje omhoog. Vergeet natuurlijk niet te abonneren. En dan zie ik je uiteraard in een volgende video. So great for my city, I'm the realest one that's rapping. Oh my god, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always rapping. Oh my god, my whole life, my words been my greatest weapon. I know I